Oh, ik moet echt zorgen dat ik gewoon een keer later open ga dan 8 uur in de ochtend. Sowieso komt er nooit iemand opdagen in de ochtend, maar nou ja, kunnen we in ieder geval checken of de voorraad en zo compleet is. Ik ga wel even een broodje meenemen, want niet dat er heel veel in huis is. Mijn vrouw zou eens een keer fatsoenlijk boodschappen moeten doen, maar het is niet meer dan dit helaas. We nemen gewoon lekker een broodje mee en gaan lekker op pad. Ja, goed. Eens even kijken. Oh, het is nog niet eens licht. Jongens, wat doe ik hier in godsnaam buiten al op straat? Oh. Nou, wat wel fijn is. Even niemand die aan mijn kop zeurt. Zoals de buurman. Eikel dat het is. Altijd gezeik met die vent. Maar iedereen slaapt nog, gelukkig. Dat is één voordeel aan vroeg opengaan. Dus moet ik sowieso zeggen dat er hier vrij weinig mensen op straat zijn sowieso. Het rustige wijkje. Hey, kijk, daar hebben we de peacekeepers. Goedemorgen. Ah, goedemorgen. Je bent er vroeg bij. Ja, nou ja, het café moet gewoon open hè, voor de mensen die 's ochtends ook al wat te eten of te drinken willen halen. Maar ik zei het net al tegen mezelf, misschien moet ik gewoon eens kijken om toch wat later open te gaan. Ja, ik denk niet dat er nog dat er al veel mensen klaar zullen staan, want ik heb nog niet veel beweging gezien op straat. Nee, ja, ik dus ook nog niet. Maar nou ja, de plicht roept en ik zorg gewoon dat het allemaal wat netjes is en schoon. En dan zie ik wel wie er komt opdraven in ieder geval. Nou, moet goed komen toch? Maar als er niemand op straat is, wat doe jij hier dan al zo vroeg? Ah ja, ik kan nooit te zeker zijn hè. Zeker deze buurt moet goed beveiligd blijven, dus daar zorgen wij dan voor. Nou, daar ben ik heel blij mee in ieder geval. Goed, ik, misschien zie ik je nog vanmiddag of zo. Ja, fijne dag nog. Hey, thanks. Kijk, het is toch fijn dat er gewoon zelfs op dit vroege uur er gewoon mensen zijn die zorgen dat je veilig in je huisje kan zitten. En daar ben ik wel heel blij om. Voor de rest is het gewoon super rustig op straat eigenlijk. Dat is wel fijn. Oh, jongens. Oh, even mijn broodje eten trouwens hoor. Jongens, ik kan toch niet met een lege maag aan het werk vandaag. Oh. Het is ook gewoon zo'n eindlopen. Nou moet ik zeggen dat ik het niet zo heel erg vind. Want, nou ja, hè? Als het een beetje vroeg is, dan heb je even die frisse neus al voordat je aan het werk kan. En dan kan je gewoon eventjes lekker wakker worden buiten. Huh? Hoorde ik nou iemand? Nee, kan niet. Het is nog vet vroeg. Nee. Oh, volgens mij droom ik nog half. Dat kan ook. Oh, ik vind het altijd een beetje een creepy paadje, want je moet hier altijd een beetje langs die bossen. En in dat speeltuintje die daar in die bossen ligt, er is ook altijd wel van alles aan de hand. En nou ja, ik ben weer op de drukke straat, dus dat is fijn. Als er wat met me gebeurt hier, dan kan ik in ieder geval gewoon roepen, heel hard. En dan hoort iemand me vast wel, dan wordt er vast wel iemand wakker. Yes, ik zie mijn luifeltje al. Mijn blauw met witte luifeltje. Van café Het Hoekje. Mijn trots. Mijn eigen bedrijfje. En dat is al heel wat gewoon hier zo in deze stad. Dat je eigen plekje hebt. Want dat heb je ook niet dat. Hallo? Ik zou zweren dat ik iemand hoor. The fuck, staan gewoon deuren open hier. Het is niet meer wat het geweest was hier. Die rustige buurt. Maar goed. Waar heb ik die sleutels gedaan? Oh ja, hier. Zo. Ha, nou, dan kan de deuren gewoon opengooien, want in principe zijn we open. Oh, maar dit is inderdaad gewoon lekker mijn veilige plekje. Mijn, ja, plekje waar ik gewoon met rust gelaten word. Mensen komen hier gewoon om lekker een hapje te eten, lekker wat te drinken. Er is gewoon geen gezeik hier en dat is altijd wel heel prettig. Ik ga eerst eens even beginnen met de toiletten schoonmaken, want ja, nou, ik heb daar nooit zo zin in na sluitingstijd nog, maar het is hier altijd best wel smerig. Kijk, mensen doen de bril gewoon niet naar beneden, dat is toch verschrikkelijk. Nou ja, op zich ziet het er netjes uit, dus dat is wel fijn. Vrouwentoilet, ook de bril niet op laag. Nou, ik ben ja, toch wel beter. Kevin, waar ben je? Oh shit, what the fuck? Kevin, waar ben je? Hallo! Hallo! Mannen, welkom! Ja. Welkom, welkom, hi! Jij bent al open, zie ik. Ja, altijd vroeg, hè?
Ja, dat snappen we. Dat weten we heel goed. We houden je een beetje in de gaten. Mijn collega's en ik hebben een paar vragen voor jou. Oké. Pas zitten, zou ik zeggen. Ja. Ik heb wel wat serieuze vragen. Oké. Jullie zijn al vroeg op pad met z'n allen. Zeker weten. Altijd. Altijd beveiligd worden. Kamerman goed scherp. Het dolder heb je al gezien vandaag. Ja, klopt. Bij het hek. Ja, precies. En nou is hij hier. Ja, dat je weet waarom wij hier zijn, Kevin. Ik heb de ovens nog niet voorverwarmd, maar ik kan wel een broodje klaarmaken of zo. Broodje klaarmaken of zo. Of jullie zijn hier niet om een hapje te eten? Nee, we zijn er niet om een hapje te eten. Ja, Jurgen, ik denk dat jij het beste wel kan vragen wat je eigenlijk wil weten van deze jongeman. Ja, wij hebben deze locatie al een paar keer in het oog gekregen als wij op onderzoeksuit zijn naar de wat meer criminele organisaties hier in de buurt. Dus wij willen daar toch wel wat meer van af weten als dat hier zo vaak over de vloer komt. Ik ken niet al mijn klanten. Ik heb natuurlijk de reguliere klanten die hier over de vloer komen. Maar het blijft altijd gewoon bij een hapje eten, hoor. Een hapje eten, hoor. Ja, hier komen gewoon heel veel lugubere figuurtjes, Kevin. Dat gebeurt elke keer weer. Elke keer weer, die rare, lugubere mensen, die vreemde pipo's, komen bij jou binnen. Ja. Speel niet dom, Kevin. Daar houden we niet zo van. Ja, maar ik moet toch open blijven? Ik moet toch ook mijn huur betalen? En als ze hier alleen maar een hapje komen eten, het is niet dat ze hier iemand neerschieten of zo. Dus je weet ineens wel over wie we het hebben? Nee, ik weet ze niet bij naam. Maar je weet wel dat ze lugubere types zijn, blijkbaar. Dus je weet wel. Ja, de halve stad is luguber. Dus ja, ik kan me best voorstellen dat types die jullie in het vizier hebben, dat die hier ook wel eens binnenlopen, ja. Aha. Dus als wij zo meteen even rondkijken of zo, dan vinden we geen rare dingen. Nee, het is hier hartstikke schoon. Ik heb net de toiletten schoongemaakt. Ook niks gevonden daar. Dus, ja. Oké, okay. Jurgen, kun jij gewoon even kijken beneden bij de toiletten? Ja, ik zal eens even een rondje doen, inderdaad. Ja, want ik wil jou wel een keer spreken. Want die lugubere mensen waar het over hebben, hè? Ja? Heb je enig idee wat sommige van die mensen doen? Nou ja, ik lees de krant en ik weet dat er dingen gebeuren die niet helemaal netjes zijn, maar ja, niet hier. Dat soort figuren laat jij wel je winkel in. Ja. Dus wat wij eigenlijk aan jou vragen, eens gevonden, Jurgen? Nee, beneden lijkt alles schoongemaakt. Oké, luister. Ik ga je één kans geven. Als die mensen hier zijn en je hebt ons belangrijke goede informatie, dan willen we het meteen van je weten. Ja, uiteraard. Ja, is dat deal? Ja, nee, als er iets gebeurt of ik merk dat iemand verkeerde dingen van plan is of ik hoor iets, dan zijn jullie de eerste die het horen. Nou, want luister, het is voor je eigen best wel, hè. Die mensen willen we niet in deze stad hebben. Clovertown is een gevaar door dat soort mensen. Ja, het is gevaarlijk door die pipo's. Die moeten hier weg. Ja, precies. Nee, ik... Jullie hebben mijn woord. Ik, zodra hier van dat soort types binnenlopen, dan laat ik het gelijk weten. Top. Goed, dan weten we genoeg, Jurgen. Ja, dat denk ik wel. En anders behouden we hem goed in de gaten. Dus het is niet alsof hij iets verborgen kan houden. Precies. We weten hier te vinden, Kevin. Ja, hier, hè? Ja, precies. In het cafeetje, waar iedereen welkom is. Dus mochten jullie nog een keer willen langskomen voor een hoekmenu of iets dergelijks, dan... ben ik open. Wie weet, ooit op een dag. Nou, Kevin, fijne dag. Ja, jullie ook nog, heren. Haal ze op de hoogte. Ja. Mannen, we gaan. Hup. The fuck? Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Dat ze zo massaal hier binnen komen vallen. Ik bedoel, ik ken ze wel. Het zijn goede kerels en ze komen hier af en toe wel eens gewoon een hapje of een drankje doen, maar... Zo met z'n drieën? Jezus. Goed, het is in ieder geval fijn dat ze alleen beneden hebben gekeken, want, nou ja, het is, ik heb niet voor niets alles hier dicht zitten natuurlijk. Kijk, zie ik ze nog lopen beneden? Nee. Ik hou de gordijnen niet voor niets naar beneden en dicht.
maar ik hoop niet dat ze vandaag nog langskomen, want blijkbaar houden ze ons in de gaten. Dus als er van die types nog langskomen vanmiddag, heb ik een groot probleem. Ik ga gewoon rustig mijn eigen business runnen en hopelijk gezellige klanten en niks vreemds. En dan komt het wel goed, denk ik. Ja. Rustig. Huh? Oh shit. Ja, hij komt eraan.